lieve mensen, welkom bij de eerste aflevering van Dat kan toch niet vegan? Voordat we gaan beginnen, heb ik even wat hulp nodig met de camera. Dus, hey, wil je even helpen? Geen zin. Kom maar. Ja, of je even gewoon de tweede camera kan bedienen. Thanks. Ja, staat die aan? Let je op? Ja. Oké, wat we vandaag gaan maken is kipfilet van grapefruit. Dit meen je? Echt? Ja, ik dacht ook echt, what? Maar er schijnen mensen het echt heel lekker te vinden. Ik heb wat filmpjes gecheckt op YouTube en ja, ik ben fucking benieuwd. Maar alles op YouTube is toch leugens? Mijn eigen video's wel. Oké, je snijdt de grapefruit door midden. En wat dus heel belangrijk is, is dat dit een hele dikke korst... Nee, hoe heet dat ook alweer? Schil. Schil, ja. Want dat is in feite de kipfilet. Dus we eten alleen dat wat je normaal weggooit? I know. Maar, oh jezus. Ik neem aan dat je dit al geopend hebt. Dit is letterlijk de eerste keer dat ik dit maak. Oh. Dus ik denk dat ik het wel kan, hè? Dit ging best wel goed. Ik ben best wel impressed met mezelf. En ik vind grapefruit niet eens lekker. Ja, er zijn twee soorten mensen, hè? Leuke mensen en mensen die grapefruit lekker vinden. Maar kipfilet dus. Kipfilet. Ja, lekker gepaneerde... Oh, kipsnitzel. Nee, ja, kipsnitzel dan. Sorry. Ja, ik weet toch helemaal niet hoe dat heet, mensen. Oké, dit is een eigenwijze grapefruit, is dit. Deze grapefruit heeft net gehoord wat er van hem gemaakt gaat worden en daar heeft hij helemaal geen zin in. Hey. De grapefruit kan wat agressief reageren als je zo met hem bezig bent. Nou, dit mag weg, daar heb je nu even niks aan, maar dat ga je natuurlijk niet weggooien. Ga je iets anders mee maken? Ik ben helemaal moe. Oké. Nou jongens, dit zijn dus die filets. En ik denk dat ik ze gewoon zo snij. En dan maak je dus kleine insneetjes. Insneetjes? zodat het wel een lekker plat filetje kan worden. Mag ik schillen? Volgens mij moet ik hem schillen. Ik moet het even checken. Oké, kleine faal. Want je moet natuurlijk eerst de grapefruit schillen, want dat is natuurlijk helemaal niet lekker. Dus dat wordt aanzienlijk moeilijker nu nadat ik al die spul eruit heb gegrabbeld. Maar ja. Dus de buitenkant van de schil is niet lekker, maar de binnenkant, dat wordt genieten. Jij moet niet zeuren, jij moet gewoon even focussen. Snap je? Letterlijk en figuurlijk. Oké. 3 days later. Nou, daar zijn we weer. dit kipfiletje heeft een beetje een zwaar leven gehad. Maar ja, dat hebben alle kippen. Hè? Nou, dit worden dus de filetjes. En interesting fact. Dit is dus een gerecht uit Cuba. Want in de 90's hadden ze niet zo heel veel, was er een beetje voedtekort in Cuba. En toen hebben ze dit bedacht. En het heet... Even opzoeken. Dat is een rare naam. Dat klinkt helemaal niet Cubaans. Bistec de Toronja. En dat betekent letterlijk biefstuk van grapefruit. Daar zit 0 keer het woord kip in. Krijg je ook niet zin om hier gewoon je tanden in te zetten? Dat krijg ik inderdaad niet. 8 kipfiletjes. Stukje chocolade. Ben je ook? Dan. Hebben we wat knoflook nodig? Lekker veel knoflook. Oké, ik ga dus 2 versies maken. Eentje helemaal vegan en de ander ga ik wel een eitje voor gebruiken. Wat je doet is
Ten eerste even lekker invrijven met knoflook. Klinkt gek, is het ook. En we rollen ze zo ook nog even door het kattengrit, toch? Ook wel een goed idee. Oké, ik merk nu al dat ik veel te lang bezig ben. Dus ik ga even 4 apart leggen en die gaan we later lekker opsmikkelen. Smikkelen? Smikkelen. Oh. Dan ga ik hier wat appelazijn in doen. Nee, ze hebben geen appelazijn. Het is witte wijnazijn. Kijk, dit zou dus de bitterness uit de grapefruit moeten halen. Ik snap die logica niet helemaal, maar ik doe ook maar gewoon wat ik gezien heb, weet je. Oké. Ik ga eerst met de vegan aan de slag. Daarvoor heb ik nodig mayonaise. Mayonaise is toch niet vegan? Vegan mayonaise. Beetje water erbij. Dit moet dus het eibeslag vervangen, want we gaan die filetjes. We gaan de filetjes fileren. Nee, we gaan die filetjes helemaal niet fileren. We gaan de filetjes paneren. Beetje knoflookpoeder, want je kan nooit genoeg knoflookpoeder hebben. Dit is echt de allerslechtste kookshow ooit nu al. Oké, kijk. Like a pro. Oké, deze gaat nu dus het mayonaise beslagje in. Looking good. En dan dus in de breadcrumbs, paneermeel. Zo ziet het er best wel als een filetje uit, vind je niet? Maar ja, is dit niet een beetje hetzelfde als met frikandellen? Hoe bedoel je? Dat het super lekker is, totdat je weet wat erin zit. Ik denk dat ik er ook eentje nog ga dubbel dippen, voor de zekerheid. Oké, dubbel dipping. Even aan de kant, jongens. Wat een troep ben ik aan het maken. Peter Seely. En die doe je even heel fijn snijden. Ik hou eigenlijk helemaal niet van peterselie. Ik hou ook niet van grapefruit. Dit is echt een toprecept. Daar breken wij een raadje in. Klutsie, klutsie. Een beetje peper en zout natuurlijk. Nou, dit is natuurlijk super lekker. Kom eens even kijken. Deze mooie filetjes gaan nu lekker hierdoor. Zo. Had ze flat in de paneermeel. Ik denk dat deze ook gedubbeld dipt hoort te moeten worden, want dit, ik vind dit er echt 100 keer beter uitzien. Eerlijk, ik hoef niet meteen te kotsen van wat ik nu zie. Toch? Ik ben best wel impressed met mezelf. Oké, even opruimen. Even kut opruimen. Oké, we hebben even opgeruimd en ik ga 2 manieren doen. Van de 2 manieren, what? We hebben de vegan, nee de niet vegan en de vegan. We gaan ze in de pan frituren en in de airfryer. Voor allebei 1. Let's go. Ik vind het 1. Woo! Ik denk dat dit heel snel gaat. En de korst staat een beetje los. Oh, ik ben de enige spot gegeven. Ik ben zojuist mijn korst verloren. Oké. Okay. Ik vind dit er best wel spannend uitzien, jongens. Die laat ik nog even staan. Ik ben zo benieuwd. Ik ga nu eerst de vegan eten. Ik denk dat ik toch even een kleine hap begin. Oké. Ik denk dat dit boek binnen spreekt. Ik denk, stel dat de grapefruit smaak eruit is, dan is het echt top. Maar er zit gewoon nog te veel zuurheid in. Dat is het gewoon. Maar de textuur,
Not too shabby. Echt. We gaan even wel uitproeven. Dan de niet-vegan. Ziet er wel lekker uit met dat peterselie. Je denkt eerst echt van, want dat is alles wat gefrituurd is natuurlijk, is lekker. Deze is minder zuur. Ik snap dit eigenlijk wel. Ik denk dat als ik dit fine-tune, dat dit echt wel heel lekker kan zijn. Oké, we gaan over naar de airfryer versie. Wat me opvalt is dat hij vooral veel minder lekker eruit ziet. Ik ga uitvoeren. Oké, dit was echt helemaal niks. Zure, muffe, bliep. En dit is de niet vegan uit de airfryer. Waarom neem ik voor gewoon de hap? Nee, het is ook helemaal niks. Nou, ik ben natuurlijk een gekke vegan, almost vegan. Dus we gaan even kijken wat de nuchtere Nederlander zegt van dit gerecht. De nuchtere Nederlander test. Dit is wel prima te doen. Dat zuur moet er even uit, dat bitter. Deze is het beste. Het is heel anders dan wat je denkt dat het is. Ja. Wow. Conclusie, ik ben best wel verbaasd. Dat kan toch niet vegan? Dat kan best wel vegan, maar ik moet hem gewoon nog eventjes fine-tunen, denk ik. En ik denk dat er manieren zijn om gewoon dat zuurtje eruit te halen. En dan kan dit echt mega lekker zijn. Dus ik vind het een succes. Bedankt voor het kijken. Heb je nog suggesties van wat ik moet maken? Laat het me weten in de comments. En ook of je nog meer afleveringen hiervan wil zien. Bye!